welkom bij een nieuwe video. Zoals je hebt kunnen zien, was ik net aan het voeren. Ik voer met spomp. Mix van bolies, pellets. En die vis ik op precies 100 meter. 25 hengel of wraps met de Disson sticks op 4 meter afstand. Vis ik met spomp. Ik heb daar 10, 15 spompjes neergegooid. En nu ga ik even rustig mijn hengeltjes verder klaarmaken. Ik heb hier al eentje die is al, klaar voor de start. En in deze video gaan we gooien. Ik vind het leuk om, te smijten. Ik heb nu 30 voet hengels bij me. Later meer over vertellen. En geen voerboot. Roy komt wel straks met de voerboot. En, ik ga lekker gewoon weer 100 meter. Dat is in het diepe gedeelte van het water. En, ik heb wat vis zien draaien. Dus ja. Twee nachtjes. Even kijken. Ja, tot zondagochtend. Dus we gaan het zien. Ik check jullie later. Een van de rigs die ik gebruik. Die gaat op een helikopterleader. Een centimeter of 10. 12 is 40 honderdste fluorocarbon. Aan de tengelslief. Warteltje waar een flinke klodder putty op zit. Krenkhaakje 6. Puntje iets met de LCA gum coating eraf gehaald. En een peach. Pup-up met goo erop. Wonderberry geloof ik. En dan bij het begin even kijken of ze op als ze er zijn. Wat voorkeur heeft, pup-upje of het donkerde aas. De andere hengel gaat met een target hoekbeet, is een bolie. Met uitgeborde pup-up mix in gedaan. Die staat zo, is 20 mm. Zit ook goo op. Een Corda kloorhaak, maatje 2. En Corda tungsten coated, tungsten coated hoeklink. 25 lb, een stukje gestript. Voor bewegingsvrijheid. En deze komt op een gewone loodclip. Het is nu 3 uur. Over een ruim een uurtje begint het schemer te worden. En dan is het donker, dus dan is het willen nog gewoon niet zo fijn meer. Naast het springende vis achter de voerstek en eromheen. Voor in de verte is er weinig actie. Ik heb nog een paar spoms bijgevoerd. Dat ga ik straks weer even doen, vlak voor het donker. Ja, dan heb ik echt een goede degelijke voerstek. En dan hopen dat de nacht gewoon op een visje springt. Het materiaal dat ik nu gebruik voor deze sessie. Ja, gistermiddag deze hengels binnengekregen. Ik heb Team Outdoors besteld en alsjeblieft gevraagd of ze alsjeblieft mijn bestelling op konden sturen. Dat hebben ze gedaan. Fox, het zijn niet eens dure hengels hoor, vrij simpel. Fox, wat is het? Fox Horizon 3, 3,5 pond, 13 voet. Weet ik wat met wat betaalbaardere hengels is dat ze toch wel soepeler zijn. Dus dit trilt ook nog wel enigszins normaal af, vermoed ik. Ik weet dit nog niet zeker, want ik heb er nog geen vis mee gevangen. Erop zitten Daiwa Emblems. 40-honderdste Corda Touchdown. Dat is ook de reden waarom ik op 100 meter geklipt heb. En niet verder is met 40-honderdste zijwind. Is 100 meter al best wel een heel eind. En, vers zat. Ik vis diep genoeg. Dus ja, ik ga straks nog even een paar spoms gooien. Want... ja, ik ben een stek aan het opbouwen. Ik wil, ik gok op morgen, dat het morgen een beetje hoop ik ga lopen. En anders niet. Dus ik ga mijn hengel binnendraaien. Ik haal mijn richt eraf, loodje eraf, spomp erop. Ik gooi even een paar spomps. En dan moet het gebeuren vannacht of morgen. Roy komt straks naast me. Die gaat daar kleibeeld zoeken met de voerboot. Misschien ik later ook wel, als hij blijkt te vangen, een klein beeldje wat verder weg. En anders blijf ik lekker gooien. Want dat vind ik toch het leukst. Dus ik zie jullie later wel. Misschien wel morgenochtend. Ik zie wat er gebeurt. Dus, joe!
Dat is de voerboot. We gaan even vals spelen. Goedemorgen. We zijn een dag verder. We hebben vannacht twee visjes gevangen. Of tenminste op Roys hengels. Ah, twee kleine schupjes hebben ze meteen teruggegooid. Het was ook een beetje kut weer. En, ik denk we gaan op de jacht naar wat mooiers. Mijn voerstuk heb helemaal niks gedaan. Nu heb ik met de voerboot van Roy even gespeeld. En iets verder als mijn voerstuk liggen op de kleibulten. Dus ja, ik zou dom zijn om er geen gebruik van te maken. Dus ik ga hem nu tegen die kleibult aanvaren. En dan hopen dat we nog even een paar visjes vangen. Want ja, het schiet niet echt helemaal op natuurlijk. Twee is niet slecht, maar ook niet heel goed. Dus ja, ik ga hem even uitvaren en dan ligt het klaar. Dus ik zie jullie later. Joe. Dus zoals je kan zien zijn we nu in de buurt van de kleibult. Dan ga ik hem even goed ervoor leggen, dat ik er niet overheen vis. En dan, dan lig ik goed. Maar dat kan ik niet met de camera in mijn hand. Dus tot zo. Yo. Dus de voorkant van de kleibult vanaf hier gezien. En hier ligt mijn aas. Dus de vooraan. Dus hopen dat hij er niet omheen zwemt en aanbeet. En daarbovenin zie je mijn voer naar beneden komen. Dit is allemaal wat aas, wat pelletjes en boliekruimels, stukjes bolies. Nu is dat strak. De slip staat redelijk dicht, omdat ik niet te veel lijn wil geven en toch rek genoeg heb om de vis weg te trekken. Hij ligt een stukje die kant op. Ik denk een kleine 120 meter max, denk ik. Even kijken. En, ja, 120 meter en ja, dat gooi ik net niet nu. Niet met 40 honderdste en echt een andere lijn voor nodig. Dus voor de volgende keer als ik hier weer heen ga. Maar goed, dat zien we dan wel weer. We zijn nu hengels liggen spot on. Hengels van Roy liggen ook spot on. Dus ja, kan niet lang meer duren zou je zeggen. Dus ik verwacht eigenlijk nog wel een paar visjes. Zeker nu... ja, ik ken dit water natuurlijk wel een beetje en ik weet waar we nu vissen, dat zijn gewoon goede plekken. Dus we gaan het afwachten. We hebben nog een kleine 24 uur. Dus ja, dat komt wel helemaal goed. En voor de rest, ja, oh, er draait weer een visje. Ja, het is afwachten. Zodra er wat boeiends te melden is, dan... allemaal verstopt ligt. Het is wel ondiep. Maar ja. De karpie uit. Maar goed, het is tot nu toe ja, vrij stil. We hebben wel een aanbeet gehad. Roy had een aanbeet. Op mijn wafter. Maar die ging los. Dat is wel jammer. Voor de rest heel veel springende vis gezien. Allemaal aan de overkant buiten visbereik, want er liggen kleibulten tussen en daar wil ik helemaal niet overheen vissen. Dus ja, voor de rest de hengels liggen goed. Die laat ik gewoon liggen. Want ja, het ligt goed, dus ja. En dus gaan wachten op een visje. Ik hoop dat er nog een vis komt, want anders zou het echt vet kut zijn. Omdat we die andere niet gefilmd hebben. En dat, ja. Het doel is wel om een karpertje te laten zien, toch? Dus ik ga lekker weer mijn tentje in. Ik heb een beetje gefilmd. En het is echt guur, slecht. Bout weer. En ja, we zitten gewoon af te wachten. Af te wachten tot de pieper een keer gaat. En tot die tijd kunnen we weinig doen. Dus ik zie jullie zodra het gebeurt. Toch? Joe. We hebben er één! Hey! Roy, echt 5 minuten na het filmen of zo gaat zijn hengel af. Linker hengel. En is dat niet te drillen? Hij is nog een beetje ver weg, dus niet zo spannend allemaal. Ik heb er ook één. Oh, kut.
Dubbel run. Ja. Of nee? Huh? Kan nooit. Ja wel, maar zit het aan. Ja, oké. We gaan er vandaag de mix voor. Ik vind het zo veel te druk om te filmen. Ja, allebei vis. De Roy is groter en wat mooier als die van mij. Van kleintjes. Grote vis en niet alleen kleintjes. Maar goed, we hebben er twee. Dus ja, we gaan eens een fotootje maken, even terugzetten. En dan zie ik jullie later. En we zijn er weer helemaal klaar voor. We gaan weer lekker zitten wachten. Er is wel een hoop witvis nu aan het springen, hier voor de kant. En ja, het is ineens een heel ander gevoel. Ineens zou het zomaar wel een interessante nacht kunnen worden. Het is ook niet zo koud nu. Dus ja, wie weet. Wie weet vangen we nog een paar mooie vissen. Ik laat het jullie weten. Een reus, een kiloetje of 6, 7. We gaan lekker terug. We hebben er weer een mini spiegel. Croissantjes, koffie, pijnstillers voor Roy's hoofdpijn, die hij altijd 's ochtends heeft. Goedemorgen. Het is dat kleine spiegeltje stil gebleven. Het is nu 7:30 's ochtends en hendels liggen daar, een windje erop. Het is rustig. We willen er nog één, dan hebben we er 7 en zo niet, dan houdt het op. Dus ik zie jullie als ik opgeruimd ben. Want tot die tijd, ja, er is weinig te vertellen. Ik bedoel, buiten valt weinig te zoeken in de regen en de wind. Ik moet 10:00 thuis zijn. Dus nog een uurtje en dan opruimen. Dus vang ik niks meer. Dan zie ik jullie de volgende keer. Een nieuw water. Ik ga een nieuw water bevissen voor mij. Nooit gevist. Ja, vroeger ooit eens één keer toen ik klein was, maar ik mag geen naam hebben. En daar, ik zie wel wat er gebeurt. Dat zien jullie de volgende keer waarschijnlijk. Joehoe.